Wat gebeurt er met ons PMD? In de gemeente Soest wordt nu ook het plastic, metaal en de drankenkartons gescheiden opgehaald. Dit PMD bestaat uit verpakkingen van de producten die we in de supermarkt kopen. PMD weegt niet veel, maar het heeft wel een heel groot volume. En als je dit van andere afvalproducten scheidt, zie je direct hoeveel restafval dat scheelt. Maar wat gebeurt er met het PMD nadat je het hebt gescheiden? Het PMD wordt eerst naar Rotterdam gebracht, waar het in een fabriek wordt gesorteerd. Eerst wordt het vuil eruit gehaald, daarna wordt het PMD per soort gescheiden. Met een magneet wordt het metaal eruit gehaald en daarna de drankenkartons met een infraroodscanner. Dan blijft er plastic over. Het plastic wordt in bundels geperst en naar bedrijven gebracht die er weer nieuwe producten van kunnen maken. Daar wordt het schoongemaakt en in kleine snippertjes gesneden waarvan korrels worden gemaakt. De korrels zijn de grondstof voor nieuwe producten. Ze worden omgesmolten om er bijvoorbeeld nieuwe zeepflessen van te maken. Het karton uit de drankenkartons worden in Limburg verwerkt tot wc-papier en handdoekpapier. De papiervezels worden onder hoge temperaturen gescheiden van het plastic en metaal uit de drankenkartons en samengevoegd met ander oud papier. De metalen worden gesmolten en weer als grondstof gebruikt voor producenten. Zo komt jouw gerecyclede verpakking weer als nieuwe verpakking in de winkel. Meer weten over afval scheiden? Kijk op soest.nl/afval en download de RMN-app.